Hey internet, vandaag wil ik eigenlijk praten over de dood. Want zoals jullie weten gaat iedereen ooit dood en daarom wil ik er eigenlijk nu over praten. Want volgens mij is doodgaan eigenlijk iets heel moois. Want als wij nu voor eeuwig zouden leven, zou elke seconde van ons leven niks waard zijn. Wij zouden gewoon denken, we kunnen dat morgen doen, want morgen leven we nog, maar we leven voor altijd. Maar de dood, die geeft ons eigenlijk kans om iets moois te maken van ons leven. En er zijn mensen die dat niet inzien en dat is oké als je dat niet inziet. Dat is oké om andere visies te hebben dan mij, het is oké om een andere visie te hebben dan de rest van de wereld. Maar ik wil gewoon even mijn visie vertellen over de dood. En ik denk dus dat de dood iets moois is. Want als we nu eeuwig leefden, dan zou elke seconde niks speciaals zijn. Dan zouden we zeggen, ja, we kunnen dat ook over 1000 jaar doen, want we leven toch eeuwig. Ik denk dat eeuwig leven echt saai is na de tijd. Je ziet iedereen doodgaan, want als jij alleen maar eeuwig leeft, dan ben jij de enige die levend overblijft. Dus je ziet iedereen doodgaan, aan al je vrienden doodgaan, heel je familie doodgaan. En dan zit je er nog in je eentje, over 1000 jaar nog alleen. Je leeft maar één keer. En ja, YOLO en van die shit, maar je leeft maar één keer. Maar zoals ik het zie, ik geloof heel aan de reïncarnatie. Maar ik geloof er niet in dat je zo van ziel naar nieuw lichaam gaat. Maar onze ziel bestaat uit verschillende energie. Verschillende soorten energie. En je wordt dan gerecycleerd in het volgend leven. Dus daarin geloof ik. Waarin gelooft jij? Wat is er volgens jou na de dood? Gaan we naar de hemel? Gaan we naar de hel? Zijn we eigenlijk allemaal dood? Leven wij nog? Leven wij nu in de hel? En gaan we later naar de hemel? Is dit realiteit waarin we in leven? Is eigenlijk alles realiteit? Zijn we gewoon poppen in een poppenhuis? Waarin geloof jij? Ik zou het echt heel graag willen weten waarin jullie geloven. Laat het gewoon weten in de commentaar beneden. Want ik ben daar heel erg in geïnteresseerd in geloof en waarom mensen dingen geloven. Maar nog iets, ik hou gewoon van het leven. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Sorry dat ik weer heb zitten aflopen met mijn gedachten en soms snel heb gepraat, maar ik werk eraan. En als je het leuk vond, geef dan een groen duimpje. Vergeet niet te abonneren als je mijn gezicht nog eens wilt zien. Ik praat niet steeds over de dood, het is maar één video dat ik over de dood praat. En dan nog iets. Vorige week heb ik een nieuwe kortfilm opgenomen en ik denk dat die ergens in september, oktober gaat uitkomen. Dus hoera daarvoor, nieuwe kortfilm op mijn kanaal. Yay! Die gaat over de dood, die kortfilm. Daarom maakte ik deze video over de dood. Dus als je het leuk vond, groen duimpje, vergeet niet te abonneren. Laat in de commentaar achter wat ik meer moet doen met mijn video's. Welke soort video's ik moet maken of wat is jouw religie? Geloof je in reïncarnatie? Geloof je in de hemel? Wat denk jij over de dood? Laat het gewoon in de commentaar beneden. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Bye! Hier zitten we dan weer na mijn vlog. Yay! Dus wat kan ik nog aan jullie vertellen? Dus mijn nieuwe kortfilm heb ik eergisteren of vandaag erop nagemaakt. Hangt er vanaf wanneer ik deze video upload. En ik vond het zo fijn om met deze meisjes nog eens een video te filmen. Dora, die speelde mee in het lijk. En Larissa, die speelde mee in Hij Zij. Ik kom daarin voor, die speelt al bij de hoofdrol en ik ben zo trots op hem, want ze hebben dat zo goed gedaan. En ja, ik hoop gewoon dat jullie die kortfilm even leuk gaan vinden als ik. Ik moet binnenkort beginnen met montage, want er komen nog aparte shots bij. En ik kijk naar uit naar jullie reactie van die kortfilm, want ik hoop echt dat jullie het leuk vinden. Oké, doei!